Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk tegen een van de verdachten van de aanslag met een vuurwerkbom op Urk. Dat werd duidelijk tijdens een emotionele rechtszaak vandaag in Lelystad. De zaak tegen de tweede verdachte wordt verplaatst naar december. Hier in de studio hebben we verslaggever Patrick van Heesik. Jij was erbij. Kan je nog eventjes terughalen hoe dat zat met die zaak met die vuurwerkbom? Nou, het begon allemaal met een Facebook-post uh, van een mevrouw op Urk die zich ergerde aan. Uh, vuurwerk afstekende jongeren. En zij zag op een gegeven moment een aantal jongeren. Uh, bezig met vuurwerk. Uh, ze zag ook een auto waarin grote dozen vuurwerk lagen. En daar heeft ze foto's van gemaakt. En uh, die jongens met naam en toenaam op Facebook gezet. Ja. En een van die jongens die was daar zo boos over. dat hij wraak wilde nemen. Dus die heeft uh, samen met een andere man. zijn ze uiteindelijk in de nacht van 2 op 3 november. naar dat huis gereden. aan de golfopslag en hebben daar een um, bom door de brievenbus, een zelfgemaakte vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Ja, dat was geen kleintje. Dat was geen kleintje, eh, waardoor het complete huis eh, verwoest is van binnen. Echt, alles was kapot en ontzettend, uh, overal zaten scheuren in de muren. En dat huis is dus voor maanden onbewoonbaar geweest. Ja. Vandaag was de, de rechtszaak, hoe was dat? <coughs> Pardon. Dat was apart. Um, ja, berauw komt na de zonde, zou je zeggen. De, de verdachte die er zat, die uh, heeft eigenlijk de hele dag... Uh, laten zien dat hij enorm veel spijt had. Uh, zeer emotioneel. Um, liet weten dat hij dom was geweest, uh, dat het nooit had mogen gebeuren. En uh, ja, liet blijken dat hij uh, ook wel een beetje onder druk was gezet... door de, uh, de medeverdachte, de, de, de andere man waarmee hij dat gedaan had. Uh, en hij had nooit kunnen inschatten dat het zo'n verschrikkelijke impact zou hebben, deze explosie. Uh, want niet dat alleen het leven van, uh, van de slachtoffers die zijn stond op de kop... maar hij zegt, mijn leven staat ook op zijn kop. Ja. De verdachte die, die erkende in de rechtszaal dat zij uh, zich vergist hadden in het adres. Uh, dat die slachtoffers er niets mee te maken hadden. En die slachtoffers kwamen ook nog aan het woord in die rechtbank. Hoe, hoe was dat? Ja, de vader van het gezin, uh, dat getroffen is door de bom, uh, sprak en zei. Ja, ons hele leven staat op de kop. Uh, we hebben maandenlang zijn we van huis geweest. We hebben op verschillende adressen moeten kamperen. Uh, ik kan me niet meer zo goed concentreren op mijn werk. Mijn vrouw heeft hetzelfde probleem. En heeft inmiddels een aantal taken op haar werk neergelegd. Uh, ze krijgen ook psychische hulp vanwege uh, de explosie. Maar ook de kinderen hebben er nog iedere dag last van. Uh, dat zie je terug in de schoolprestaties. En uh, ook de kinderen zullen uh, hulp moeten krijgen in de toekomst... om dit uh, drama te verwerken. Ja. Um, nu zijn er twee verdachten. De, waarom gaat deze eis voor één van de dag op? Dat is Bert van Haar. Ja, de dag begon uh, met twee verdachten. Uh, Bert van Haar was fysiek aanwezig in de rechtszaal. De andere verdachte, um, uh, H.S., om hem zomaar even te noemen, die was uh, per videoverbinding aanwezig. Um, uh, maar had net een nieuwe advocaat. En die advocaat diende het verzoek in om zijn behandeling uit te stellen, omdat hij zich beter wil inlezen op de zaak. Dat is toegewezen en uh, die behandeling is op 23 december. Oké, okay, voor deze zaak, wanneer doet de rechter uitspraak? Over twee weken. Dat is op 9 oktober. Dankjewel.